Just watch closely as I kind of approach this. Tom, het ding is echt tering groot, kappen. Het ding is echt tering groot. Oh, it's tering groot, zoals wij dat zeggen. Goedemorgen, welkom bij de ene, nee, de laatste vlog of de ene laatste? Morgen gaan we weg, weet ik eigenlijk niet, we kunnen helemaal niet editen morgen. De laatste vlog vanaf Los Angeles. Yo Tom, wat ben je aan het doen? Ik ben de vlog aan het editen, maar dat is de vorige. Dus dat is heel timelapse-ish. Dat is zo. Ja, nee, eigenlijk. Maar is hij nu mee klaar, toch? Ben je nu mee klaar? Ja. Maar goed, we hebben een nieuwe dag en we gaan de laatste dag naar Santa Monica. Maar we hebben net best wel al wat uurtjes gewerkt, Tom met de vlog. Ik heb wat previews getypt. We doen het tenslotte ook maar met z'n tweetjes, hè. Dus het is druk, maar dat geeft hem niet. Het is wel leuk. We gaan straks naar Santa Monica Beach. Maar ik wilde eerst nog even wat vertellen over de t-shirts van gisteren. Want jullie zouden denken, laat even die shit zien die je gisteren hebt gekocht. Maar dat kan niet, want dat zijn goodies voor mensen. Die kijken ook. Zomaar mensen ook echt. Ja. Oh, zou ik het zijn? Nee, het is eigenlijk voor onze medewerkers die thuis, in het thuisfront, gewoon de redacteuren. Die relaxed thuis hun werk hebben gedaan. En die willen we dan toch even ook blij maken met iets. Ja, niet allemaal, maar alleen degene die echt hun best hebben gedaan. Ja, dus hier komt de lijst met de redacteuren die bij deze ontslagen worden. Maar ik wilde nog even wat vertellen over wel één shirt dat we wel hebben gekocht. En dat is een shirt waar ik eigenlijk voor naar E3 ben. Want ik ben groot fan van de nieuwe Daredevil serie op Netflix. En onze Shane uit The Walking Dead zit er natuurlijk in. Shane. Ding ding. Dus van... Dit is voor de Game of Thrones fans. Shame. Shame on you. Shame. En die heeft een shirt aan natuurlijk, de Punisher shirt. Dus ik wil het nieuwe Punisher shirt. Dus wij komen van begin van de week bij de Hot Topic en zeggen, joh, doe eens Punisher. En toen hadden ze hem niet. Toen kreeg Tom opeens uit onverwachte hoek bericht. Ja, nee, ik heb de nieuwsbrief van Hot Topic, want ik ben zo'n alternatieve emo. Dus ik heb de nieuwsbrief van Hot Topic en er stond in, hey, we hebben nu een nieuw Punisher t-shirt. En dat is dus echt dit t-shirt. Dat is het Punisher t-shirt. Oh my god. En die heb ik nu gewoon aan, want ik heb hem gekocht. Ik kan hem zelfs in de spiegel super mooi bekijken. Kijk dan hoe vet. Dus ik kan naar huis. En we gaan zo naar Santa Monica. Dat wordt vet. Nou jongens, even wat uitleggen. Ons hotel zit op 1160 North Vermont Avenue. Ja, kom ons stalken. Maar een van de zijwegen hiernaast is Santa Monica Boulevard. En Santa Monica Boulevard is Route 66. Die dus eindigt in de pier, die je allemaal kent van GTA. Santa Monica Boulevard Pier. Daar gaan we dus nu heen. Nu is die Santa Monica Boulevard, dat ga ik je nu laten zien, is gewoon dus echt één weg. Dus Tom en ik 3 jaar geleden, Leon en ik ook vorig jaar, dachten deze weg, en elke keer vergissen we er ons in, aan het eind van deze weg is gewoon die pier. Dan pakken we wel even een bus. Nou ja, wat nog vaker voorkomt is dat de mensen hier lokaal zeggen, oh, it's just 2 blocks away. Ja. Als je denkt 2 blocks away, dan denk je van, oh, oké, dan loop ik wel. Maar dat is dus een afstand die je... Twee uur rijden met de bus. 2 uur rijden met de bus. Maar we gaan er nu heen. Maar sinds 2 maanden is er een metrolijn geopend die ook naar Santa Monica Boulevard gaat. 7 nieuwe stations en die eindigt gewoon de allerlaatste op de pier praktisch. Dus die gaan wij nu testen, maar ik denk dat het alsnog een tyfus eind is. Dus ik ga nu mijn stopwatch op ze aanzetten en ik ga kijken hoe lang we erover doen. Ja? Goed idee toch? Ja, nee, ik vind het goed. Maar ik vind het zo bizar dat gewoon deze straat is. Het is gewoon het eind van deze straat, dat is het. Als je in Nederland zegt het eind van de straat, kun je het altijd lopen. Ja. Dan kun je nooit niet lopen het eind van de straat. Nee, ja. Het is immers het eind van de straat. Ja. Waar zit die? Ja, het eind van de straat. Oh, dan ga ik even heen. Hier niet, hè? Hey, was fucking vette montage, hè? Ja, het duurde voor ons alleen wel echt 1,5 uur. 1,5 uur was het. Ik geloof, ja, we zeiden al van, aan het eind van de straat kun je nooit lopen. Het is ook geen fijne rit met de metro eigenlijk. Nou, ja, het is wel... het is wel lang. Ja, het is gewoon heel lang. 1,5 uur, maar goed, maakt het niet uit. Daar, aan de verte. Is Santa Monica Pier. Dus daar gaan we heen. Je kent hem uit de GTA. Ze hebben hem hier nagebouwd. Kijk hoe goed dat is gegaan. Ik weet niet of je het kan zien, Tom, maar kijk die mensen daar. In GTA heb ik daar een heel goed trucje voor. Ja, maar in GTA kunnen ze dat niet renderen zoveel. Nee, ja, weet ik. Maar mijn PC wel. Maar een trucje heet gewoon extra gas geven. Oh, nice. Oh, je hebt ook de extra mensen mod, toch? Ja, ja, nee, inderdaad. Dat heet Extra Massacre. Nice. Extra Massacre. Ja. Dus we zijn hier in het attractiepark wat letterlijk in GTA zit. Het is best wel druk. En het is best wel goed nagemaakt. Kijk, daar is de wheel. Er zit een hele vette missie trouwens. Weet je die missie ook weer? Dat je moest lopen over die wheel en dan
De obstacle run, de death run of zo was dat. Super vet. Dat waren leuke online missies, ja. Ja, absoluut. En hierboven onze rollercoaster ook, die ook best wel er echt uitziet, zeg maar. Ze hebben het echt wel echt nagemaakt. Ja, nee, geen grapje. Het is wel echt één op één nagemaakt. En wij weten dat jullie dit afvroegen, dus zijn we naar Los Angeles gegaan voor jullie. Kijk, wij hadden lekker thuis kunnen zitten in de regen, maar zitten nou hier. Ja, nee, het klopt wel, ja. Het is $8 per ride. Ja, de leuke rides dan. Ja. Dus dat vinden we niet erg om te betalen, alleen de reizen lang. Dus we gaan eens kijken of we dit gaan doen. Dat weet ik niet. We weten het niet. Dus misschien is het volgende shot in een karretje, misschien is het wel gewoon hier om, bij koffie om de hoek. Nice, koffie. Koffie. Hij is letterlijk gewoon echt niet bruin geblakerd of zo. Hij is zwart geworden. Kijk naar zijn nek. Maar hij heeft moves, jongen. Ja, vergeet niet dat Santa Monica ook gewoon een strand is. Kijk even hoe druk het is. Zaterdag nou. Jezus Christus. Bizar. Ja. En ze hebben hele vette comic shops hier. Of comic-achtige stores. Geeky shit. Daar gaan we zo ook nog heen. Maar niet op de pier, maar dat is daar in het dorpje. Maar geeky shit is echt hip, hè? Tegenwoordig. Ja. Daar zie ik, daar observeer ik dan even. Ja. Ja. Is zo. De pier zit achter ons en dit is Oh my god, I can't believe it. I never been this far away from home. Want serieus, dit is het meest westelijke stukje van Noord-Amerika. Dus ja, nee, letterlijk, dit is het verste wat ik ooit van mijn huis ben geweest. Ja, en het eindpunt van Route 66, die British Chicago, en eindigt hier. En hier zit ook de Last Stop Shop. Wat al sowieso een fantastische naam is. Ja. Maar nee, serieus, kijk naar die pier. Oké, denk even heel veel mensen weg, want dan kan je Xbox en je PC en je PlayStation kunnen dat niet aan. Dan is dit wel echt letterlijk gewoon GTA 5. Ja, dan moet ik dus... Ja, nee, ik moet altijd in spiegelbeeld denken. Ja. Je hebt daar gewoon echt het rollercoaster en het reuzenrad. Maar dus het leuke is aan die andere kant, en dat vinden wij vooral heel erg op GTA lijken, dat heeft GTA heel erg goed nagemaakt, is dat als je dan dit spiegelbeeld kijkt, dat lukt mij dus ook nooit. Maar daar zit gewoon Michael zijn therapeut. En dat klopt gewoon echt 100% met echt het weggetje van hoe je daarvan wegrijdt en zo. En de tunnel erbij. Dat is echt wie fucking zag. Dus ik weet niet of Los Santos het van LA heeft of LA van Los Santos. Maar het klopt in ieder geval wel heel erg. Smerig gekopieerd. Het is makkelijk. Echt makkelijk. Ja. Had ook zelfs kunnen bedenken. Ja, precies. Bedenk eens een keer een eigen stad, Rockstar. Echt? What we see over here is a danger endangered seagull. And I'm going to approach it right now. Just watch closely as I kind of approach this. Tom, het ding is echt tering groot. Kappen. Het ding is echt tering groot. It's tearing groot, zoals wij dat zeggen. It's caught on to me. Let's try it again. I lost it. It was within my grasp. That happens with seagulls. They're very dangerous. I could have lost an entire arm. But it was amazing. Is that a meal? That's as the Dutch say, it was a big. Big meal. Mew. Mew. Ja, Mew is Pokémon. Ja. Als het er twee zijn dan. Nice. Oké, okay, Peter en ik zitten hier dus en ik kijk gewoon in één keer naar links en ik zweer. Kijk, we zitten al de hele tijd van wow, dit lijkt echt op GTA, dit lijkt echt op GTA. En 9 van de 10 keer is het daar misschien ook wel een beetje. Maar dit is toch een Kenny. Daar woon ik in GTA. Toch? Ik weet niet, wie herkent hem? Dit is een van de medium range high-end appartementen. Hij is daar iets hoger, dat wel, maar de hele oprit en de bomen en je auto staat daar als je een heist begint. Shit, nu deze straat trouwens ook. Nee, dit is echt... We zitten al de hele tijd rond aan het lopen, haha, dingen lijken op GTA. Maar nu, dit is echt uncanny. Ik woon hier. Heel gek. Ik zweer, dit is hem. Kijk nou toch, dit is hem. Het is echt. Dude, het is de laatste dag, dus ik vond gewoon, we moeten weer een burger nemen. Want het is de laatste dag. Ja, hij is slechte invloed op mij. Ja. Ik ben echt heel skinny, maar je zult zien de eerstvolgende Hot Coffee Show dat ik echt gewoon 20 kilo extra weeg. Ik heb op 2 dagen na elke dag gefietst hier, dus heb je my defense. Maar dit is een echte goeie, want dit is echt zo'n ouderwetse met zo'n bar waar je aan zit. Ja, dit soort stoelen. Ja, ja, die drukken. Heel vet. Dus ja, ik vond het moest gewoon, dat het de laatste dag is. Ik heb deze week denk ik 7 burgers. Hij kidnapt mij gewoon, dat is echt... Ja. Ik pak een salade, maar wel eentje met gewoon gegrilde kip, jongen. Oh. Ja, en de salad dressing is gewoon vet. Letterlijk, gewoon het vet. Maar je hebt elkaar gewoon vol te krijgen, hoor. Ja, nee. Een mooie tomato. Ready, guys? Thanks, man.
Crispy bacon ook. Ben je een vlog of aan het vloggen? Ja, dit is de vlog. Ja. Haha, grapje, ik heb geen burger. Ja, maar echt goede bacon. Keiharde, weet je, die echt breekt. Kijk, breekt gewoon af. Nice. Dat is goede bacon. Bacon die je eet als chips, dat is goed. En mayonaise. Ja, ik vind het leuk. Maar. Yo dudes, wat een dag hè jongens. Wat een dag. Wat een dag, wat een ballen ook, zie ik. Ja, sowieso. En de gel is gewoon door de pure warmte gewoon eruit. Dus jee, ik heb nou dit weer is wel echt een beetje boyband haar. Wow. Alle chicks komen op af. Zou serieus je niet meer staan. Maar wat hebben we beleefd? We hebben heel veel dingen beleefd. Ja, sowieso natuurlijk, je hebt het net allemaal gezien. Santa Monica Pier en gewoon een hele toffe plek. Allerlei locaties waar je denkt, GTA. Mijn huis in GTA, zijn huis in GTA. Super vet. Maar natuurlijk ook nerdy winkels, want dat is hip en happening. Ja, en ik wilde me toch inhouden en Tom ook, maar het is toch niet gelukt. Ja. En we hebben weer een unbox of een pack opening. Nou ja, ja oké. Maar laten we eerst beginnen met jouw ding. En dan pak ik deze erbij. Die we natuurlijk allemaal kennen van de Outer Rim DLC van Star Wars Battlefront. Ja, en Star Wars Episode 6 en 7. Ja. En kijk eens naar de prijs, daarom kon ik hem niet laten liggen. Dat is $5. Dat is onmogelijk om dat te laten liggen. Want Funko Pops kost natuurlijk altijd $15 of meer. En dan, ja, en deze want even voor de mensen, ik ben dus geen Funko Pop verzamelaar. Maar wel een Star Wars verzamelaar en een koopjesjager. Ja, en een koopjesjager. Maar goed, deze heeft echt een leuk verhaal. Deze heeft echt backstory. Ik zal hem laten zien. Dit is namelijk Varmik. En Varmik kende ik niet. Ik wist helemaal niet, hoe de fuck is Varmik en er staat Star Wars op. En als ik een character niet ken van Star Wars, dat voelt niet goed. Dat crusht toch je ziel weg. Dus wij zoeken de wikis. En het blijkt nou, dit is dus café... Van Maskanata. Maskanata's bar nummer 69. Dat is hij, de patron nummer 69. Ja. Gewoon een random iemand die aan het drinken is. Van die hele lange scène waarbij de camera alle kanten op schuift. Ja. En overal zitten aliens en zo. Precies. Dat is hij dus. Maar ze wisten dus niet de naam van deze... creature, totdat Pop deze uitbracht, had hij opeens een naam, Varmik. Fuck een leuk verhaal. Dit is dit is de eerste keer dat Funko Pop gewoon invloed uitoefent op Star Wars en niet andersom. Dus dat is eigenlijk best wel, ja, dat heeft ook wel een heel tof verhaal. En ja, dat shirt, dat is echt dit bizar geworden. Okay. Wij wisten niet dat dit bestond, nee. Maar Funko Pop maakt nu ook gewoon shirts. Van, maar ze zijn zo vet. Ja, dus dit is, wat er dus op staat, dat staat hierachter nog heel mooi. Het is van Visit Hall. Met ook eens een mooie tekst. Come visit Hoth. Enjoy skiing. Or ride a Tauntaun. Nice. The coolest planet in the Anowat sector. Nice. Is ontzettend nerdy. Dus dat t-shirt kon ik ook niet laten liggen. Ja, limited edition. Was niet eens heel duur, toch? Nee, $15. Maar goed, ik had ook weer iets gevonden wat niet al te duur was. En het is dus wel weer zo'n mystery ding. Ik weet niet, ik voel me dat heb toch altijd wel. Heb je dat vind ik af en toe wel echt heel leuk. Ik heb mystery dingen van Minecraft, ik heb mystery dingen van Portal al eerder gehad. Maar dit is dus een nieuwe serie van de Portal mystery boxes. Dit is alweer serie 3. Het leuke is, de eerdere series hadden alleen maar sentries. En de sentries zijn natuurlijk fantastisch vet. Maar hier kunnen dus ook companion cubes in zitten. En wat nog wel het belangrijkste is, in deze kan Wheatley zitten. En als er één robot in het universum misschien nog wel vetter of gelijk is aan R2-D2 en een BB-8, dan is dat wel Wheatley van Portal 2. Oké, don't panic! I can still stop it, not a problem. There's a pass. It's fine, I'll just hack it, not a problem. Oké. Dus ik hoop heel ernstig op die. Die kans is 1 op veel te veel. Dus we hopen daarop, maar ik ben ook oké met de sentry. General Grievous, hallo. General Grievous was ook wel... Ja. I've been trained in your Jedi arts by Count Dooku. God, wat was Grievous ook echt vet. Echt, die maakt de hele prequel trilogy voor mij goed. Maar het leuke is, we zijn hier heel mooi op de patio gaan zitten. En, maar ja, ik heb geen schaam meegenomen, dus dat is super typisch. Ja boy! Nee, maar het is wel een sentry. En ik ben wel echt voorstander van de sentries. Want ik had ook een aardappel kunnen krijgen. Oprecht, je had de aardappel kunnen krijgen. Is natuurlijk wel heel leuk in het verhaal, maar ja, het blijft gewoon een aardappel. Dus niet gaaf. Maar dit is dus wel gewoon... Na. Wacht, ik zal hem even... voorzichtig eruit halen, want ik weet van mijn vorige, ik heb al eerder dus een sentry gehad, die was rainbow colored, deze is dus mooi geel. Ik weet dus dat deze dingen, die kunnen dus heel gemakkelijk afbreken. Maar goed, het is wel een mooie sentry die waarschijnlijk weer heel mooi bovenop mijn Kinect komt te staan, dat ik daarop uit kan kijken terwijl ik aan het gamen ben.
Bedankt voor het kijken, jongens. En morgen vliegen wij weer terug naar Nederland. Maar we hebben besloten morgen toch een kleine vlog te maken. Met onder andere onze Games van de Beurs, van de show. En een beetje wat we tof vonden. Gaan we gewoon opnemen in het vliegtuig terug naar Nederland. Die gaan we dan onderweg of net in Nederland weer editen voor jullie. Want dus we hebben toch nog een extra vlog. Nee, ja, dus dan zijn er in totaal 9 vlogs geweest. Vlogs. En dit is dus nummertje 8 alweer. Bizar, de E3 is alweer voorbij. Maar goed, we zitten toch in LA. Dus Kun je maar net doorvloggen. Ja, precies. Dus jongens, tot heel snel. En als je alle Gamersnet content wilt checken, kan allemaal op gamersnet.nl. En volg ons even op de gebruikelijke social media. Ik zeg proost. Hoe netjes. En tot snel.